Hoe zou het zijn geweest als ik in een camper zou zijn gaan wonen? Dat is wat je je moet afvragen als je het niet hebt gedaan, zeg maar. Maar als je het wel wilt. Er zijn zoveel mensen die ons vragen, zeg maar om raad, van waar moeten we rekening mee houden. Dan hebben ze echt al bijna alle video's gezien, of een hele hoop in ieder geval. En dan vragen ze ons om raad. Ja, dat hebben we natuurlijk wel. Sommige dingen kunnen we natuurlijk wel antwoord geven, maar op lang alles natuurlijk niet. Maar stel je voor dat je dit aantrekt voor je. Hè? Dat je denkt, oh, dit lijkt me ook wel wat. Hè? Zo in zo'n camper te gaan wonen, of een vrachtauto of een busje. Maakt niet uit wat, maar in ieder geval mobiel wonen met lage maandlasten. Als je dat echt aantrekt, ja, dan zou ik zeggen, doe het, want anders krijg je spijt. Stel je voor, je bent op een gegeven moment op leeftijd en dat het niet meer kan. Je gaat terugdenken in je leven, zeg maar, wat je hebt gedaan en ja, dat je dan dat niet hebt gedaan en je krijgt er dan spijt van. Ja. Dan is het te laat. Kijk, wij zijn heel impulsief, of ik in ieder geval. En Gea, die heeft even meer tijd nodig. En als ze eenmaal aan het idee gewend is, dan zegt ze vaak ook wel, oké, laten we maar proberen. Maar je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig om het te gaan doen. De meeste mensen die denken, ja, maar dan geef ik alles op. Maar dat is helemaal niet zo. He, je geeft je huur of je verkoopt je huis. Of je zegt de huur op, oké, dan ben je dat huis kwijt. Maar als je eraan denkt om mobiel te gaan wonen, ja, volgens mij vind je dat huis dan op dat moment toch niet zo heel interessant. Anders ga je daar niet aan denken, laat ik eerlijk zijn. Nou, stel dat je dan dit een jaar doet, 2 jaar, 3 jaar, weet ik hoe lang. En je zegt op een gegeven moment, dit bevalt me eigenlijk toch niet. Dan kun je altijd nog weer terug. Dit hebben we wel eens vaker gezegd in de video. Maar dat, ja, we hebben nou, ik denk bijna 1200 video's straks, hè. Ja. Ja, nog niet hoor, maar 1100, nog wat. Ik weet niet eens meer precies hoeveel. Nog 6? Oké. Okay. Nog 6. Misschien na deze nog 5. Er zijn 1200 video's. Het is voor een hele hoop mensen natuurlijk niet door te komen, hè, om al die video's te gaan kijken. Vandaag kreeg ik ook nog weer een vraag. Of ik een video had waarin ik uitleg hoe wij ertoe zijn gekomen. Hè, wat de reden was om dit te gaan doen. Ja, we hebben dat vaak uitgelegd, maar ik zou niet weten in welke video precies. He, dus ja, het is gewoon een beetje moeilijk. Weer een insect om mijn oor. Het is een beetje moeilijk om dan precies die video terug te vinden. Maar ik vind het wel leuk dat een hele hoop mensen geïnteresseerd zijn in dit leven. En ja, laten we eerlijk zijn, het is niet voor iedereen weggelegd. Dus je moet wel weten waar je aan begint. Maar als het je echt interesseert en je denkt, nou, dit zou ik ook wel kunnen. En er zijn een hoop die het dan ook echt doen. Ik heb nog niet gehoord, ja, eentje, hè, die was in Amsterdam. Die had een bus gekocht. En wat deed hij nou? Die ging op een parkeerplaats staan midden in Amsterdam, een druk plekje. En die is er op een gegeven moment mee gestopt. Ja, maar daar ga je dan toch ook niet staan. Want nee. Er zit wel iets op bij. Die ruimte natuurlijk niet in een stap of daarop. Nee, daarom, die heeft dat een beetje verkeerd aangepakt. Wij kennen die persoon persoonlijk niet. Maar ja, volgens mij kennen jullie allemaal Bram en Julia wel. Die hebben die auto gekocht van die persoon. En die persoon die heeft daar een tijdje gewoond, ik weet niet precies hoe lang, maar die vond het maar helemaal niks. Maar die ging gewoon op een parkeerplaats staan, ja. Dat moet je niet doen natuurlijk. Ja, gewoon even een beetje rondreizen, laten we eerlijk zijn. Als die persoon bijvoorbeeld had gezegd, nou, ik zoek gewoon een leuke camperplaats op en ik ga lekker wandelen en weet ik wat alles. Maar dit was waarschijnlijk iemand die thuis ook al de hele dag op de bank lag. Televisie kijken of zoiets. En die dan ook in die camper, hè, zijn zoutbouwcamper, waarschijnlijk ook gewoon de hele dag maar een beetje in die camper verbleef. Ja, ik denk ook niet dat het dan
dat het dan wat voor je is, hè? Als je echt zo'n bankhangpersoon bent, televisiekijker, weet ik wat wil. Dus, nee, je moet wel iemand zijn die ook graag even naar buiten. Moet je gewoon. De vogeltjes fluiten. Het is mooi weer, zonnetje schijnt. Ik heb wel de jas aan trouwens, het is een beetje frissig nou vanavond. Maar dit soort dingen. Dus niet op de bank hangen. Nee. He, dus ja, fietsen en zo. Ja, ja. Een beetje ondernemend zijn. Ja, dat moet je wel doen. Maar goed, iedereen moet het voor zichzelf weten natuurlijk. Maar waar het mij om gaat, en daarvoor maken we deze video nou, dat is, als het te laat is, dan is het te laat. En dan kun je niet meer terug. Dus als je eraan denkt, als je denkt, dit lijkt me echt wel wat, ik wil dit wel doen, en je doet het niet, kun je spijt krijgen. Hè? Je krijgt spijt. Proberen, zo. Een jaartje, twee jaartjes. Ja, en als het niet bevalt, kun je altijd nog weer terug ja. naar huis.